Een boer die loopt uit bij zijn vee langs. Ja. En die telt dan 10 koeien. Ja. En dan moeten er eigenlijk, als het rantsoen goed is, moeten er 7 tot 8 van aan het herkauwen worden. Dat zijn maar kleine dingen, maar dat valt in ogen altijd op als het in de stal is. Een soort onrin joert op een plaats van de familie Sietsma bij Haas. De familie houdt eerp een hoes om de hazes, de jonge lamkes en kjeltjes aan te litten. Op deze plaats door ze het al een hier is 20. Maar vriendier ging het mis. Een auto die van de plaats kwam, waar toen grepen toch een trein. En een huid en een zwansje uit Haas kwamen erbij om het libben. Deze spoorgang is nu dicht. De plaats kreeg een nieuwe, veilige takkingsdiek. En ze dwanden wie de jongens toch weer niet op een dag. We kunnen het niet ronddraaien, jammer genoeg, maar dat is zo. En het tijdje het verder. En het is nou weer mooi tijd. Alhoewel het nou wat koud, maar... Ja, de mooi tijd begint. De mooi tijd begint. Er is een soort jong leven op een plaats. En dat vinden wij mooi om dat even zien te laten. De Sietsma's organiseren die op een dag omdat ze het belangrijk vinden dat mensen nu de stad Haas kennen hoe het om een takje het op een boerenbedrijf. Betiede beziekers troffen het, die konden zien hoe het is een koe haar krek binnen keltje schien slikken.